Mijn naam is Jason en ik ben 23 jaar oud. Ik woon in Amsterdam en ik ben trans, maar ik hou eigenlijk niet zo van labels, want ik wil dat mensen mij gewoon zien als Jason. Mijn afkomst is Filipijns-Duits. Ik ben geboren in Duitsland. Mijn moeder is Filipijns, mijn vader is Duits, alleen met hem heb ik geen contact. Dus op mijn 8e zijn we hier naartoe naar Nederland verhuisd voor een nieuwe start. Ik was best wel een eigenwijs kind, maar ook, ik kon ook wel druk zijn. Ik wou heel veel dingen gewoon zelf ontdekken, zelf leren. Heel nieuwsgierig. Ik was ook best wel open. Maar ik heb ook wel gewoon heel veel dingen meegemaakt waardoor ik wel heel snel ben opgegroeid en ja, volwassen ben geworden. Toen ik erachter kwam dat ik op meisjes viel, ja, dat was een basisschooltijd. Ik was denk ik 1 jaar of 10. Er waren heel veel gevoelens die door me heen gingen, maar ik begreep het gevoel dus niet. Ik weet niet, ja, ik viel gewoon op meisjes voor in mijn klas toen die tijd. Ja, dat is gewoon eigenlijk taboe. En het mag niet, maar mijn moeder die probeerde wel altijd toch een beetje ja, chill te doen. Of ja, wat haar manier van chill is dan. Maar ze was er eigenlijk nooit echt ja, cool mee, om het even maar zo te zeggen. Jaren gingen voorbij, ik werd steeds meer tomboy. Met meisjes voelde ik me echt gewoon ja, zo een beetje macho. Ja, ik droomde dus ook een beetje over dat baard hebben of hoe het zou zijn. Als ik nou geboren werd als een jongen en als ik jongens zag, was ik ook een soort van jaloers op hun, want ze waren echt stoer, konden alles soort van een beetje maken. Ja, toen ik dus 18 was, ik keek een misverkiezing van transvrouwen met mijn vriendin. Vertelde ze dus aan mij van, het zou mij niet verbazen als jij tegen mij zou zeggen van dat je ook wil veranderen, in ieder geval veranderen in een man. En zij bedoelde het volgens mij als een grapje, maar ik denk dat het bij mij wel toch wel dieper zat. Mijn moeder die heeft een vriend en ik heb aan hem toen die tijd advies gevraagd hoe ik aan mijn moeder zou kunnen vertellen dat ik dus trans ben. Wat hij dus deed is dat hij heeft het achter mijn rug aan mijn moeder verteld terwijl ik nog aan hem had verteld van dat ik het zelf aan haar wou vertellen. Ik voelde echt gewoon op dat moment mijn hart breken. Omdat ik het zo graag zelf aan haar wil vertellen. Ik wil haar niet kwetsen. Gewoon, het kwam heel hard bij haar aan. Want ze denkt dan natuurlijk van, je vertrouwt me niet genoeg om dit aan mezelf te vertellen. Dus ja, dat deed wel pijn. En ik merkte ook dat pijn bij haar deed. En dat het heel veel tijd nodig had tot ze daar overheen kwam. Waarom ik in een depressie terecht ben gekomen, ja, ik heb zeg maar, echt heel veel meegemaakt buiten dat ik trans ben. Ja, ik heb op een hele jonge leeftijd gezien hoe mijn echte vader dus zichzelf had gestoken. En toen ja, moest ik natuurlijk weg van daar, verhuisd naar Nederland. Ja, geen dak boven mijn hoofd, geen familie. Dus buiten dat ik trans ben speelde er zoveel meer. Ja, ik denk dat een persoon maar zoveel aan kan en uiteindelijk ja, ga je gewoon breken. Mijn moeder kon niet met mijn depressie omgaan. Het kwam uiteindelijk op zo'n punt dat zij zei van misschien is het gewoon beter dat we elkaar niet meer zien. Ze zei ook van deel van ik weet niet hoe ik je moet helpen, ik weet niet hoe ik moet helpen. Dus dat ze dat toen zei was wel heel heftig. En dat was ook het moment dat ik toen zei tegen mijn moeder van, weet je wat, ik ga gewoon even weg, ik ga naar mijn vader. Want mijn vader had toen die tijd contact met mij opgezocht. Want voor die tijd heb ik nooit contact met mijn vader gehad. Ik wist nog niet waar hij was of wat hij deed of wat dan ook, of hij nog überhaupt leefde. Maar omdat ik zoveel scheid had en zo gebroken was, boeide het me niet van wie mijn vader was op dat moment. Ik wou gewoon even weg van hier, van iedereen. Mijn vader tot nu toe nog steeds een grote teleurstelling. En ja, het komt gewoon vooral omdat hij is gewoon een pathologische leugenaar. Ik hou er niet van als je liegt. Ik ben heel snel klaar dan met je. Ik waardeer gewoon honesty heel erg en al doet het pijn, maar je bent tenminste eerlijk.
ik zou tegen DJ's zeggen, don't give up. Blijf vechten. Sooner or later komt toch wel een mooie dag. Je moet toch ergens aan denken van waar ga je voor vechten, weet je. En je lichaam houdt van je, dus ik denk dat het wel waardig is om daar gewoon voor te vechten. En elke snee die je hebt gekregen is weer dichtgegaan. Als jij valt, gaat die dicht, want jouw lichaamcellen, alles probeert zo hard te werken om die pijn te laten weggaan. Uiteindelijk heb je een scar daarover aan. Binnenin heb ik zeg maar zoveel scars. En dat, ik zie het gewoon allemaal gewoon echt van, weet je, je hebt gevochten. Gewoon hoe vaak mensen je pijn hebben gedaan, wat dan ook. Je bent toch blijven hoop gaan houden, je bent toch weer gaan opstaan. Weet je, je vecht gewoon voor jezelf. En je lichaam houdt van je omdat die elke keer weer alles probeert te laten helen. En daardoor hou je een hele mooie litteken over. It rains, it pours. Hey. Ik probeer gewoon te denken van, ooit ga ik kindjes kunnen hebben. Al zijn ze niet van mij, al zijn ze wel van mij, maar ik ga een kindje kunnen hebben en daar ga ik dan weer verder voor vechten. Ik heb gewoon sinds jong eigenlijk al gewoon die verlangen. Het verlangen om een familie te hebben, omdat ik dus geen familie heb. Het is gewoon zo mooi als je iets kan achterlaten, als je een ander mens gewoon dingen kunt leren. En gewoon dan te kijken en dat je gewoon, je voelt alleen maar joy en liefde. It bad.